Wij passen een auto aan waarbij de rolstoelgebruiker centraal staat. Daarom doen wij geen concessies ten aanzien van de ombouw. Een goede zitpositie, goede communicatie met medepassagiers en goed uitzicht voor de rolstoelgebruiker is ons uitgangspunt. Doordat wij een aangepaste brandstoftank plaatsen, is de helling in de verlaagde bodem zo klein mogelijk. Hierdoor staat de rolstoel vlakker en heeft de rolstoelpassagier een betere zitpositie. De nieuwe brandstoftank is qua inhoud ongeveer even groot als de originele tank. Tijdens het ontwerpen van de ombouw houden we altijd rekening met de mogelijkheid tot het plaatsen van twee stoelen op de tweede zitrij. Hierdoor blijft de auto geschikt voor 5 personen. De rolstoelgebruiker bevindt zich dan ongeveer tussen de passagiers op de tweede zitrij. Door het toepassen van bekleding in het achtercompartiment wordt de ombouw één geheel met de rest van het interieur. Tevens zorgt de stoffering voor een goede geluiddemping. Voor de veiligheid van de rolstoelpassagier wordt er een 4-punts bevestigingssysteem voor de rolstoel en een verstelbare 3-punts gordel voor de rolstoelpassagier geplaatst. De verlengde achterklep houdt uitlaatgassen, weersinvloeden en het meeste geluid buiten. De bumper wordt op de verlenging geplaatst, waardoor de achterkant weer als één geheel toont.